Hallo iedereen, het is maart en het heeft een paar weken niet gesneeuwd. De sneeuw is wel blijven liggen, want het was min 10, min 20 hebben we gehad. En nu werd het warmer, want we hadden min 4 gisteren. Dus ik dacht, het zal wel snel gaan dooien. Maar vandaag was het weer beginnen met sneeuwen. Dus het is nu heel zachtjes aan de sneeuw, maar al wel de hele morgen. Dus we zitten nog lang niet aan de lente of aan de zomer. En het is nu maart. Kijk, en volop winter. En het is onvoorstelbaar eigenlijk dat binnen 2 maanden, binnen 2 maanden, al de sneeuw gewoon weg is. En echt warm kan je het nog niet noemen, maar je kan toch al zonder jas buiten dan. Weliswaar met een warme trui, dan spreken we van begin mei. En dan is alles sneeuw weg. Het is onvoorstelbaar, dat kan je eigenlijk niet inbeelden hier. En we hebben hier in Finland heel mooie zomers en heel mooie winters. En ik geniet nog even van de winter, zolang het nog kan, zolang er nog sneeuw ligt en het sneeuwt. Want volgende winter, als alles volgens planning gaat, dan ben ik in het zuiden te vinden. Dus dan ga ik geen sneeuw zien. En dus nog even maar genieten van de winter. En dan zie ik jullie wel in mijn volgende video. Dag!